Alan Risley, president Rotary International, brengt voor het eerst in de 65-jarige geschiedenis van Rotary-organisaties een bezoek aan Suriname. District Governor van Rotary in Suriname, Wadi Soma, zegt dat het bezoek van Risley een bijzondere eer is voor de serviceclubs in Suriname. Risley zal tijdens zijn bezoek, net als in andere landen, aandacht besteden aan het milieu en het behoud daarvan, zegt Soma. Ter gelegenheid van dit hoogbezoek is een plakkaat onthuld in het Waaggebouw. De pers is vanmorgen uitgenodigd deelgenoot te zijn van het bezoek en de geplande activiteiten. Belangrijk is ook, denk ik, is dat we vasthouden aan het speerpunt. Van zijn termijn. Het is een eenjarige termijn. En speerpunt is de environment. Het thema dat hij heeft gekozen is making a difference. Ja? Een verschil uitmaken, een verandering brengen in de wereld, in de gemeenschappen die wij als Rotarians projecten voor uitvoeren. Dat is waar hij ons mee probeert te motiveren. Maar heel belangrijk is de environment, de omgeving. Hij is ervan overtuigd dat we als Rotarians, als burgers van de wereld, dat we veel en veel meer aandacht moeten besteden. En ook in de handout is aangegeven waarom dat voor Suriname zo belangrijk is. Governor Soma gaf ook een uiteenzetting van de belangrijke aandachtsgebieden van de organisatie. Deze variëren van goede sanitaire voorzieningen tot goede gezondheidszorg voor moeder en kind. Met het thema van het jaar Making a Difference probeert de Rotary invulling te geven aan haar projecten, zegt Soma. We hebben op verschillende scholen zijn er toiletvoorzieningen getroffen. Op dit moment, en daar gaan we morgen, en daar loop ik een beetje vooruit, gaan we morgen naartoe, en dan vraag ik u om echt daarbij te zijn, is dat een van de clubs heeft twee sanitatieblokken, twee toiletblokken in het Strands Hospitaal gerenoveerd. Ja? U bent misschien bekend met de verschillende excellence-programma's voor de scholieren, lagere school, Google. We hebben voor de MULO-scholieren en we hebben voor de VWO. Ja? Daar houden dus de drie clubs zich mee bezig. Wadi Soma, hij is district governor Rotary Suriname, vanmorgen tijdens de persconferentie van de Rotary in het Waaggebouw.